Aron Meijers, de vooravond van de competitiestart. Alle vertrouwen? Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben er lang moeten wachten. Ze hebben een week voorbereiding gehad, dus dan smak je wel naar het echie, zeg maar. Dan heb je heel wat voorbereidingen meegemaakt, ook als speler van ADO Haag. Je gaat aan je zesde seizoen beginnen. Nog afwijkend of zeg je van, eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer? Ja, ik merk niet echt grote verschillen. Wat ik zeg, de laatste jaren was sowieso... vaak dat de selectie niet compleet was en dat was dit jaar niet anders. Er zijn wel wat spelers natuurlijk naarmate de voorbereiding voor steeds meer bijgesloten. Ik denk dat we nu bijna compleet zijn. Dus ideaal is het niet, maar je zegt het is niet anders. Welke indruk heb je van de opvolger van Mike Havenaar, oftewel Björn Jonsson? Ja, wel een goede indruk gelijk. Hij komt toch wel iemand binnen met hem. Ja, hij doet op trainingen goed. Misschien een beetje wennen af en toe aan het veld hier. Maar ik denk dat hij wel belangrijk kan zijn. In de VI staan meestal de prognoses voor het komend seizoen. Ik heb het nog niet gelezen. Vandaag is het geloof ik bezorgd als het goed is. Als ik aan jou een prognose zou moeten vragen qua eindrangschikking voor ADO Haag, wat denk je dan aan? Kijk, weet je, het is, wij willen voor play-offs mee gaan doen. Maar als ik het dan voorzichtig ga stellen, zeg ik het tussen 8 en 12. Je dekt je in? Ja, ik moet een beetje. Ik bedoel, ik weet nog niet. Kijk, je moet me eigenlijk in september, als het gesloten is, dan moet je het eigenlijk opnieuw vragen. Dan weet ik iets meer. Maar ik wil gewoon, ik wil het liefst geen degradatie meer voetbal spelen. En ik wil het liefst mee gaan doen voor de play-offs. Als dat iets te hoog is voor ons, dan wil ik gewoon een lekker seizoen draaien. En dat we wel in ieder geval mee gaan doen. Ja. Maar ik neem aan dat je blind tekent voor eenzelfde competitie start als afgelopen seizoen. Ja, tot 4 wedstrijden zeker. Ja. De eerste 4 wedstrijden mogen hetzelfde verlopen en dat we daarna wel niet zo'n gigantische dal meemaken. Nee. Vrijdagavond komt de FC Utrecht hier op bezoek. Die hebben al 4 wedstrijden eigenlijk voor het Echi gespeeld. Dus je kan stellen, hun zijn beter geprepareerd op de start van de competitie qua weerstand als ADO Haag. Of ben je dat niet met mij eens? Nee, daar ben ik eigenlijk wel met je eens. Ik bedoel, ze hebben, wat je zegt, 4 serieuze potjes al gehad. En wij gaan morgen de eerste serieuze test in. Wij moeten zorgen dat het een nadeel wordt voor hen. Dat zij vermoeid zullen ze niet zijn. Ze hebben voldoende rust gehad. Maar wij moeten gewoon onze eigen wedstrijd spelen en we zien het wel morgen dan. Hun hebben ook een hoop mutaties gekend. Haller bijvoorbeeld weg. Er zijn nog een x-aantal spelers. Hoe schat jij die ploeg in ten opzichte van afgelopen seizoen? Ja, ik denk dat ze wel kwaliteit hebben ingeleverd. Ze hebben natuurlijk wat nieuwe jongens gehaald, maar die moeten zich ook maar net zo goed aanpassen als zij deden. Maar onder meer, ze hebben veel kwaliteit even goed. Maar ik denk dat ze er wel iets op ingeleverd hebben. Zoals gezegd ga je nu in je zesde seizoen beginnen. Je boort een beetje bij het meubilair. Voelt dat ook zo? Ja, nou, eigenlijk wel. Ja. Ik voel me best wel thuis hier. Meubilair, daar moet ik nog net als Swinkies nog een paar jaar zitten, denk ik. Maar het is mijn zesde seizoen, best wel lang. Ja. Maar er zijn nog een aantal jongens die dat hebben hier. Wat is jouw persoonlijke doelstelling? Want je contract loopt volgend jaar juni af. Ja, ik wil gewoon... ik heb natuurlijk vorig jaar persoonlijk niet een heel goed seizoen gedraaid in de zin van de blessure. Dus ik wil gewoon fit blijven en gewoon lekker vlammen met ADO. En wat ik zeg, mee gaan doen om iets serieus en geen degradatie voetballen. Tot slot, kijk je al vooruit naar afloop van het aankomende seizoen, met andere woorden van, je bent 29, je wilt natuurlijk op een gegeven moment wellicht ook een keer in het buitenland gaan voetballen, of denk je nog zover niet? Nou ja, ik heb altijd wel gezegd dat ik ooit in het buitenland wil voetballen, maar meestal ben ik niet zo lange termijn, maar nu heb ik inderdaad nog 1 jaar en daarom wil ik gewoon dit jaar lekker voetballen en keihard mijn best doen en dan zie ik wel wat er volgend jaar komt, daar maak ik me niet zo heel veel druk om.